Zo, goedemiddag iedereen. Hartstikke leuk dat je bij ons in de Community Circle wilt deelnemen. Het is natuurlijk altijd heel erg belangrijk voor ons ook om te weten wat doen we eigenlijk. Niet zozeer als gemeenschap, maar ook wat doen we voor in ons dagelijkse leven. En het fijne is natuurlijk dat bepaalde dingen, zeker in deze COVID-tijd, heel anders zijn dan normaal. Dus eigenlijk wat ik wilde in deze kringgesprek is met jullie ervaringen delen en ook iets vertellen over natuurlijk ook wat wij binnen PFI doen, maar ook wat we vaak noemen het ook de interfaith, interreligieuze dialoog, wat voor rol spelen we daarin mee. Ik wil eerst voorstellen dat jullie je voorstelt. Als jullie dat leuk vinden, als je het zegt, nou dat wil ik niet, natuurlijk is het helemaal geen probleem. Dus voel je niet verplicht om mee te doen. Nou, eerst bij iedere cirkel van dit soort bijeenkomst vind ik het altijd even met een moment te beginnen van waarom? Waarom zijn we eigenlijk hier? Dus ik wil eerst voorstellen dat we een minuutje even goed nadenken waarom we hier zijn. En even denken aan alle mensen die niet kunnen zijn. Er zijn een hoop mensen die in deze periode niet echt fysiek, maar ook niet mentaal aanwezig kunnen zijn. Dus ik wil eerst een moment. Dus we denken aan alle mensen die hier niet zijn, die hadden willen zijn, en doen onze gedachten ook naar hun sturen. Dus in deze tijd ook toch bij ons zijn. We komen hier in vriendschap. In vrijheid. En vrijheid. Wees welkom. Ja, inderdaad. We zaten net met Ben van PFI België even over zijn ervaringen de laatste tijd. Misschien wil je nog iets verder gaan, Ben, en even vertellen wie je bent. Ik ben Ben, nu een, denk een tweetal, drietal jaar nationaal coördinator PFI België. Ik ben daarnaast ook actief in het druïdisme en poog een beetje het Belgische paganisme op als dusdanig te volgen en een stukje te leiden en te structureren, wat in een land zoals België, dat al vrij ingewikkeld in elkaar zit, met 7 regeringen en 3 officiële talen, niet altijd het meest makkelijke is. Ja, voorstellen. Maar we slagen daar vrij goed in die zin dat we tot voor het COVID zeer regelmatig bijeenkomsten hadden. Live bijeenkomsten, zowel aan de Franstalige kant als aan de Nederlandstalige kant. En dat lukte vrij vlot. Ik hoop eenmaal dat de COVID voorbij is, dat we daar opnieuw kunnen mee starten. Voor de rest poog ik het paganisme in zijn brede zin zoveel mogelijk uit te dragen. En word ik de laatste tijd nogal eens vaak gecontacteerd door nationale tv, wanneer dat er iets gaat rond paganisme. Ik denk dat het programma ook in Nederland te zien zal zijn, of te zien was, rond Reizen Waas, Tom Waas.
vreemde Oh ja. reizenwijs. Die normaal naar het buitenland gaat, die niet naar het buitenland kon gaan, die bij gevolg een reis gemaakt heeft in België door de provincies. En waar wij met de druïden, waar ik bij ben, waar we op het einde van de volledige afleveringen uitsluitingsritueel doen. Met een stukje uitleg erbij over wat druïdisme is, wat paganisme is en dergelijke. Dus ik hoop dat dat in die zin wel vlot komt. We hebben dat ook gedaan voor radio en dergelijke. Dus dat is een van mijn taken, om daar een stukje reclame, niet zozeer reclame, maar vooral informatie te verstrekken. Ja, precies. Ik denk dat er nog steeds te veel vooroordelen zijn over pagans, heksen. Dat we echt veel, natuurlijk een deel van wat we doen bij PFI is wat we noemen disinformatie. Dat is heel belangrijk om een juiste beeld te geven van wat wij werkelijk doen. Ook inderdaad de invloed op onze maatschappij en beeldvorming van hoe we werken en onze rol in deze maatschappij. Dankjewel. Cora, wil jij wat zeggen? Ja, nou, ik ben Cora, ook wel Tink genoemd in het begin van het online zijn. En sommige mensen noemen me steeds, en dat is helemaal prima. Ik ben niet zo van de labeltjes, maar als je me er eentje wilt geven, ja, ik noem mezelf wel eens heidense heks, maar ik ben ook Wicca. En ik heb gewoon een hele brede interesse eigenlijk in alle paden. En ik heb ook diverse paden uitgeprobeerd, al is het maar om erachter te komen dat dat niks voor mij was. Vind ik ook gewoon heel leuk. Ja, ik ben momenteel solitair, maar ik vind het heel leuk om gewoon hier en daar aan te sluiten en met verschillende groepen samen te werken. Van beginners tot vergevorderden en alles ertussenin. En mensen die heel strikt zijn en heel vrij zijn. Ik vind het juist leuk om alle paden te ontdekken. En ik vind het ook leuk om met andere religies, geloven, levenswijzes, hoe je het wilt noemen, van gedachten te wisselen gewoon. En dan meer op zoek te gaan naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen die altijd zo benadrukt worden. Maar er zijn veel meer overeenkomsten voor mijn gevoel altijd. Dus, precies. Ja, een stukje waar ik een beetje voor sta en verder probeer continu mijn lieve poesbastet de aandacht te trekken. Dus als jullie die door het beeld zien komen, dan ik ben gek op mijn dieren en die horen er ook een beetje bij. Dus dat mag wat mij betreft. Ja, ik hoor van meerdere mensen dat vaak worden de dieren ook vergeten. Ook in, bij de ecologische problemen als rampen, legio rampen natuurlijk op dit moment met branden en zo. En vaak de dieren ook niet gered. Omdat mensen zelf handen vol hebben natuurlijk. Dus onze dieren. En ook het feit van worden onze dieren ook met COVID besmet. Dat zijn ook vraagstukken natuurlijk. Ja. Ja, precies. En ze kunnen niet voor zichzelf spreken, dus dat moeten wij doen. Nee, we moeten inderdaad ook realiseren dat we voor hun ook beschermers en behoeders zijn. Ja. Jensel, nou jij zit ergens anders. Waar zit jij nu? Ik zit momenteel in Sofia, in Bulgarije. In Bulgarije, kijk aan. Ja, in Bulgarije. Daar woon ik sinds 4 jaar alweer. Dus ja. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben dus Jentel. En ik ben eigenlijk vooral op twee verschillende vlakken geïnteresseerd in het paganisme. Ten eerste natuurlijk op persoonlijk vlak. En dan voornamelijk in de voorchristelijke religies van onze streken. En dat bedoel ik niet deze streken, maar in Nederland. En anderzijds ben ik ook geïnteresseerd in het paganisme als religiewetenschapper. Dus om zodoende onderzoek te doen naar het paganisme. Voornamelijk ook de religie van het, of de, sorry, de geschiedenis van het paganisme blijft interessant. En ik denk dat er ook nog heel veel dingen zijn die we gewoon nog niet weten daarover. Dus op die manier. Ja, ik weet dat je een academisch achtergrond hebt. Was je laatst in Nijmegen of zo? Of ik weet dat je verbonden bent met de Universiteit van Nijmegen. Wat heb je daar gedaan trouwens? Ik ben promovenda daar.
Dus en af en toe geef ik daar ook, ook colleges en zo. Dan wel over het paganisme, dan wel over de esoterische traditie. Dat zijn eigenlijk de voornaamste colleges die ik daar geef. Maar nou ja, voor mijn eigen onderzoek is het meer de geschiedenis van het paganisme. Dus die dingen die vallen natuurlijk wel altijd mooi in elkaar. Mooi. Dus zodoende, ja. Help me even herinneren, want ik heb net inderdaad gezegd dat misschien november, als het een beetje rustig is, hoop ik. Wij hebben natuurlijk via PFI PAEN, dat is de Pagans and Academics European Network. We hebben inderdaad jaren geleden, we zijn begonnen met online conferences. Het was toen de tijd absoluut onbekend. Maar misschien doe ik inderdaad een PFI breed, een PAEN conferentie gemengd eigenlijk. Dus als je daar interesse hebt om een paper te geven, dan moeten we zeker bij elkaar komen. En, want dat zijn momenten waar wat men ook vergeet, we zitten ook in de academische wereld. En we hebben weinig academici natuurlijk die over, wel degelijk over paganisme en hekserij en dergelijke. En daar is ook een hele mooie overlap trouwens. Niet alleen, dus we hebben niet alleen de overlap in de interfaith, maar ook in de academische wereld. Dus het is goed dat je, ja, je doet me net denken aan wat doen we eigenlijk voor de gemeenschap. Jij bent inderdaad ook wat dat betreft een academici die Pagan Studies heeft. Ik weet dat wij inderdaad ook een keertje in Polen. In Polen heb ik met een paar van jouw collega's gewerkt met een conferentie in Polen in de tijd over gender. Ja, ja precies. Ja. Nee, maar dat klinkt goed. Dat klinkt leuk. Zeker. Ja. Dat, ja. En nu met die online bijeenkomst, is dat gewoon makkelijker? En mensen precies, uitnodigen. En Israël bijvoorbeeld, dat was het PAEN-idee van mensen bij elkaar roepen. Dus je hebt nu weer op een hele mooie idee hier gebracht. Dus daarom is zo'n kringgesprek natuurlijk erg belangrijk. Want, oh ja, dat kunnen we ook. Ja. Precies, nee, super. Ja, klinkt hartstikke leuk. Dus laat me weten hoe en wat. Prima. Absoluut, absoluut. Bedankt. Maus, hoe is het met jou? Toen ik jaren geleden het Germaans heidendom tegenkwam, voelde dat als thuiskomen. Ja, ja, ja. Dat is mooi. Dus nou, leuk dat je ook bij ons bent. En natuurlijk hopen we een keertje echt elkaar weer in real life te zien, uiteraard. Maar blijf gewoon met ons, hoe dan ook. Je hebt straks vertel ik iets over die Plant a Tree Action. En nu, ik weet dat jij een van de donateurs was. Dus kun je wel zien wat we van de donaties hebben gedaan. Dus dat komt straks. Soleil. Ja, nou niet omdat ik me nu op dit moment per se wil voorstellen, maar er staan twee vragen in de chat. En daar wou ik je even je aandacht voor vragen. Oh ja, 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 ja. Ik ben sidekick, dus het is mijn taak om jou erop te wijzen. Zie je even? En dan weten we wie echt in de cirkel is. Ja? Ja, hi, ik ben Zia. Ik ben de priesteres in de Tempel van de Godin in Amsterdam. En ik ben Noord-Europees heiden en zijderwerker, zijdkona. Wat moet ik verder nog vertellen? Ik ga straks iets vertellen over wat ik tijdens de COVID allemaal aan het doen ben. Dus misschien maar gewoon hierbij laten dan. Ja. Ik zit op een andere scherm. Ja, straks horen we iets meer over. Dankjewel Zia voor inderdaad ook. Ik ben heel benieuwd naar jouw beelden uiteraard. Dus dat zijn we op dit moment. Abirup heeft me net laten weten. Hij is stok. Ergens, ik kan niet op dit moment binnenkomen. Misschien straks wel. We gaan eventjes inderdaad die vragen eventjes snel beantwoorden, Soleil. Dankjewel voor, we kunnen beter dat meteen doen. Dus, dit was, Soleil, je hebt de vraag gesteld, was dat aan Jentel? Yep. Ja. Jentel, ik weet niet of je de chat kan zien.
Soleil heeft gevraagd of je Jacob Slavenburg kent. Daar heb ik wel eens voor gehoord, inderdaad. Volgens mij is hij voornamelijk bezig ook met... Nou ja, westerse esoterie sowieso. Ja. Ja, klopt, ja. Ja. Hij is heel druk geweest met de Nagamadi. En op heel, ja, heel dicht bij de oorsprong daarvan, of bij de vondst daarvan. En ik heb de afgelopen jaren, 2 jaar, een aantal keren les van hem gehad. En dat is ontzettend inspirerend. En heel erg leuk om mee bezig te zijn. Dat is echt tof. Waar heb je die lessen gehad, als ik vragen mag? Op de Academie voor Geesteswetenschappen, de vroegere HKU. Oké. Okay. Dat is echt heel tof, ja. Ja, dat is echt heel leuk. En het, nou ja, toen je daarvan vertelde, dacht ik, hey, dat is wel een linkje wat misschien leuk is. Mm. Ja, precies. Ja, ja, ik ken Jacob Slavenburg inderdaad van zijn talloze boeken over mystiek en het hele christelijke achtergrond natuurlijk. En Joodse. Ook? Ja, mystiek is een hele bekende. Hij schreef vroeger heel veel voor Ank Hermes. Weet je wel, ze hadden daar... at a newspaper, weet je nog? Court Dancer was het ook. Schrijf je ook vaak in. Ja, daar ken ik hem. En Ank Hermes natuurlijk zijn uitgever. Mooi. Was zomaar een vraagje. Ben heeft mij inderdaad... misschien kunnen we dat straks even verder uitleggen, Ben, over de Museum of Witchcraft and Magic in Boskastel. Ik heb helemaal vergeten natuurlijk. Ja, we doen zoveel. Maar we zijn daar friends. We zijn members, friends of Boskastel. Maar misschien kan Ben dat even straks even verder uitleggen. Want het is een hele belangrijke... En als... We hebben een group membership, dus als je daar ooit gaat, kun je gewoon, omdat wij friends of Boskastel zijn, krijg je ook toegang tot de special collecties. Dus, ja. Maar Ben kan het veel beter uitleggen. Dus hou het zo goed, vergeet het niet. Dus MWM is the Museum of Witchcraft and Magic in Boskastel in Cornwall, UK. Great. Ik wilde eigenlijk voorstellen dat dit zeer ons toch wel vertelt, iets meer vertelt over de Temple of the Goddess, Tempel van de Godin in Amsterdam. Je hebt ook bepaalde ervaringen opgedaan de laatste tijd, zie je, dus ik ben heel benieuwd. Mooi, ik kan zelf namelijk nu even niet zien dat ik aan het screenshare. Oké, mooi. Ja. Nou, kijk, dit is een foto van de Tempel van de Godin in Amsterdam. Zoals hij er gewoon overdag, elke dag weer uitziet. En voordat de epidemie uitbrak, kwamen zeker 1 keer in de week groepjes mensen hier samen. En dan deden we verschillende dingen met elkaar. Vaak zaten we dan met z'n allen op die krukjes rond het altaar. En met COVID kon dat ineens niet meer. Ik behoor namelijk tot de risicogroep en ik hou me verre van groepen mensen. Al vrij snel begon de quarantaine en het aantal doden ten gevolge van corona begon ontzettend op te lopen. En ik had maar het gevoel, er gebeurt niks. En wat moet ik met al dit gevoel en wat moet ik met al deze zorgen? En toen heb ik besloten om dan zelf maar een initiatief te nemen. Om elke 3 dagen een kaars te gaan branden. En dat doe ik via een livestream in Facebook. Dus elke 3 dagen ziet de tempel er ineens zo uit. Ik wilde dat eerst elke dag doen, maar dat was gewoon een te wild plan. En elke 3 dagen is een heel mooi ritme, omdat je daarmee rouleert door de weekdagen heen. En dus iedereen altijd wel een avond heeft dat ze er wel eens een keertje echt live bij kunnen zijn. En dat zie ik ook in de praktijk zo gebeuren. Waar het om draait in die livestreams is de kaars. De kaars, de grote kaars voor het altaar, die wordt aangestoken
En daar wordt een hele litanie eigenlijk bij gelezen van alle vormen van slachtoffers die het coronavirus maakt. En dat zijn dus niet alleen de doden en de zieken, maar ook de psychische slachtoffers en de economische slachtoffers. Ze worden allemaal genoemd. En dat wordt omringd met gebeden en een praatje van mij, want het duurt altijd ongeveer een kwartier. En zo'n kwartier moet je dan toch ook wel volmaken. De eerste keer heb ik geprobeerd om mensen 2 minuten stil te laten zijn. En dat was heel erg ongemakkelijk via een livestream, als je daar in je eentje voor een camera zit. Maar je ziet de anderen helemaal niet. Dus ben ik ook maar begonnen met wat ik normaal alleen bij zijderbijeenkomsten en in tempelbijeenkomsten toch ook wel doe. Ik ben maar gaan zingen en gaan trommelen daarbij tijdens de meditaties. Er is belangstelling voor. Er zijn vaste bezoekers. Er zijn een aantal mensen die er echt elke keer bij zijn. En er is een groepje van zo'n 10, 15 mensen die er regelmatig bij komen. Die zijn dan live aanwezig. Tijdens zo'n livestream zijn er tussen de 2 en de 10 mensen bij aanwezig. En achteraf zijn er gemiddeld nog zo'n 30 mensen die de video's achteraf bekijken. Dat kan ik zien aan het aantal views. Het is een heel gemengd gezelschap eigenlijk, want het zijn al lang niet meer alleen heidenen en pagans die meedoen met de livestreams. Ik weet dat er ook een aantal christenen af en toe meekijken. Ik probeer de inhoud ook zo algemeen mogelijk te houden, zodat het aanspreekbaar is voor iedereen. Want ik merk dus dat er in meerdere groepen in de samenleving behoefte is aan zoiets als wat ik doe. En het blijkt dat ik maar een van de weinige mensen ben die het doet. Dus sluiten er mensen van heel andere geloofsgemeenschappen aan bij de tempel. Ik ga even door met wat foto's laten zien. Want ik doe altijd mijn best om tenminste elke tweede of derde livestream het altaar weer helemaal opnieuw ingericht te hebben, zodat de mensen iets leuks hebben om naar te kijken. We beginnen altijd met een gebed. Dan wordt de kaars aangestoken. Dan komt er een praatje van mij, want ik trek elke dag een kaart en daar vertel ik dan iets over. En dan is er een moment van reflectie. Dat is geen stille meditatie meer is, maar ik trommel en zing voor de mensen. En dan, nou, ik geloof dat we al voorbij de foto zijn. Er is het grote tempelgebedenboek en daar prikken we elke dag een gebed, of elke livestream prikken we als laatste een gebed uit het grote gebedenboek. En dat sluit natuurlijk heel vaak aan bij waar het praatje ook al over ging. Voor mij, als iemand in de risicogroep die dus heel erg moet uitkijken met sociale contacten, zijn die livestreams elke 3 dagen een prachtig ritme bij het leven, bij het bij de les te houden. Het geeft me een ritme in mijn leven. En dus ik doe dit voor een community, maar ik doe het ook voor mezelf. Het heeft een andere invulling aan mijn priesterschap gegeven. In het begin vond ik dat heel lastig. Ik begin er nu wat makkelijker in te komen. Ik vind namelijk dat je iets alleen een tempel kan noemen als het ook openbaar toegankelijk is voor mensen. En dat kan nu niet. Dus stel ik de tempel nu alleen virtueel open, waardoor ik het nog steeds wel een tempel kan blijven noemen. En ik nog steeds de priesteres van de tempel van de godin ben.
nog steeds in functie, zeg maar. Ik zou heel fijn vinden als dit andere mensen zou inspireren om een dergelijk initiatief ook te beginnen. Met de Tempel van de Godin bereik ik alleen maar een hele kleine groep, omdat het een hele beperkte doelgroep is. En af en toe komt er eens dan iemand aanwaaien die via via ervan heeft gehoord. Maar het zou zo fijn zijn als mensen met een groter bereik ook regelmatig zouden stilstaan bij alle schade die het coronavirus niet alleen aan mensen, maar aan de hele maatschappij toebrengt. En mensen de kans geven om daar even met elkaar bij stil te staan en even daar een handen en voeten aan te geven. Aan dat ongemakkelijke gevoel dat we allemaal hebben. En misschien ook het verdriet dat we hebben om allerlei verschillende manieren. Dus ik hoop dat andere mensen ook dit soort dingen gaan doen. Want er is echt wel behoefte aan, denk ik. En ik hoop vooral dat er ook landelijk een keer echt een herdenking gaat komen voor alle slachtoffers die het virus heeft gemaakt. Ja, prachtig, prachtig, Zia. Hartstikke bedankt voor het laten zien. Ik dacht ook van, ik zie inderdaad online bij onze PFI Lage Landen. En iedere keer ben ik zo druk, maar ik wil ook een keertje meedoen. Dus ontzettend bedankt voor het laten zien. En hoe belangrijk dit is. Wat jij zei ook, die regelmaat. Niet alleen voor de community, de gemeenschap in het algeheel, maar ook voor jezelf. En dat merk ik keer op keer, dat mensen gewoon het houvast hebben van met elkaar zijn, hoe dan ook. Daarom zeggen we, hou elkaar ook vaak in gedachten. En zeg iedere dag, say a little prayer for me, vind ik altijd heel belangrijk. Dus heel erg bedankt. Dus, ja, oké. Okay. Graag gedaan. Dank je. Oké. Okay. Inmiddels is Abhirup uit India. Heeft u wel inderdaad een aansluiting? Abhirup, I'm gonna speak in English now. Abhirup, would you like to just introduce yourself, and then I'll tell everybody why you're with us today. So if you just like. Yes, sure. Yeah. Sure. Hello, everyone. Very good evening to all of you. I'm Abhirup Khan from Kolkata, India, which is located in West Bengal. But right now I'm in Bakura. Because of this COVID pandemic, I am in my hometown. And in this lockdown period, we are doing our level best to help the community by serving them food and all. Morgana visited in January recently, she came to Bakura and in Kolkata as well. So I am working with URI since 2013, and we are also working with Environmental Network Cooperation Circle, which is a global cooperation circle focused on environment. And Morgana and I are looking after that cooperation circle, and I am glad, and it's been my honor to be a part of PFI Netherlands, and I've got a membership from Morgana, and it is like a very, very, I cannot explain it, that what is the feeling of getting that membership. Yeah, we'll in your future. Thank you. Prepared a little PowerPoint presentation. But before I go into, I would just like to explain why Abhirup is actually here and what the whole project is all about. Last November, we decided at PFI to have a campaign, and Frigga actually suggested that we should do something for the environment. And that's how the whole Plant a Tree campaign started. So we were looking at how to do this, and so the campaign was from November 2019 till February 2020. And while we were looking at the why
why is it so important to plant trees? So the whole ecological thing came on board, and we as pagans, of course, we're very much part of our whole belief system is connected to the earth. And so we realize, of course, how important it is to not just care for the environment, but planting trees is one of the most effective ways of replenishing the earth. And of course, the trees give us so much. So we started this campaign, and the first donations that came in, we decided to pass on to Trees for All, which is a Dutch NGO, and they plant trees. For example, our donation covered 20 trees. So one tree would be in the Netherlands and one tree would be abroad. The second part, I said, you know, it's I was in contact with Abhirup, of course, through my work with URI, United Religions Initiative. And he mentioned that they were also planting trees and what have you. And I said, what? This sounds fabulous. And I said, just very practically, how much does it cost to plant a tree in India? And, you know, comparing it to how much it costs to plant a tree in the Netherlands. And it turned out you could plant like three times more trees in India than you could in the Netherlands. So, of course, I was really kind of interested, like, oh, wow. And that's how the mango tree planting grassroots project actually started. So what I'm going to do now, Abhirup, is that's the kind of background. So Abhirup, what I'd like you to do is we'll go through and explain again why this is so important. Okay? And you know the slide. So when you want me to move on, so take slide by slide, and when you want me to the next slide, just say next slide, okay? Yeah. So here we go. This is where the donations from Pagan Federation International were given in when I was there in January. Okay. So go ahead, Abhirup. Yeah, thank you, Morgana. See, this is a plantation happened in a very interior village in Bakura, and most of the people live there in BPL, like below poverty level, and they belong to indigenous group, scheduled caste group, and scheduled tribe group. So they are very poor economically, but you know they have the interest of planting trees and upbringing them with care and all. So what we need that we can plant tree any part in our place, but it is very important to find the people who are interested to grow up that trees and taking a good care of them, because if you don't take care of the plant, then it will not grow up, it will die. So they are the people who are taking care of the plants which we planted in that place. The project started with Morgana with 100 mango trees, and after that, recently, a few weeks back, we have planted 400 more mango trees there. Yeah. So this is how it began. Right. Just with one little idea. So that's when I visited. I went straight, well, first of all, I went via Mumbai, but I came to Kolkata, yeah, and stayed with Abhirup and visited some temples. It was lovely with Abhirup to go to visit some of the temples in Kolkata. But this one was very special because here in India, trees are super important, and they even have temples where the trees are the deity.
as we were, so tree worshipping in India is quite, I'm not saying it's common, but it certainly is known about. It was great there, wasn't it, Abhirup? So here we are. So this is when we started. So carry on. Let's you take the story again. So these are the kids of that particular village, and they are so enthusiastic that they are getting trees and it will belong to them in future. So Morgana has seen their interest of planting in different places of that ground. They are very happy now, and when I planted 400 more trees, they assured me that they will take care of that, and they will water all the trees, they'll give water in all the trees, and will put fertilizer, will put soil and everything. Yeah, this is the first tree project. Yeah. Yes, I remember you telling me, Abhirup, when I came back in January, one of the things you really had to cope with was there was a big typhoon. And I remember Abhirup saying that something like 30,000 trees had been destroyed in the whole Kolkata. Yeah, that was the initial number, but right now we are finding more than that, yeah. Yeah, but at the mango tree planting project, there were hardly any trees destroyed, so we bless them. No. All the trees are alive and they have started, giving fruits, and we have to destroy. We were just discussing last night that how we have destroyed the flowers and fruits to grow up the plant healthy in future. So if the plant starts giving fruits right now, so that plant will not grow much well in future and produce fruits what we expect right now. So we have destroyed the fruits and flowers in this phase. Yeah. So this was the latest. You were saying, of course, the ground had to be prepared, and this was in July. Abhirup was just saying about 400 more trees. So we had 100 trees in January, and 400, so a total of 500 trees. Brilliant, absolutely brilliant. Right. That is the total number of that project. Yeah. Yeah. So this is planting in the pandemic. Yeah. All the women and kids are there enjoying planting trees. Yeah, it's great to see everybody, by the way. Thank you ever so much for sending the photographs. Say a big hello from the Netherlands. Everybody say hello, thank you from the Netherlands. Hello. Yeah. Thank you. Thank you for your work. There's a last screen. So thank you, Abhirup. Again, stay around if you want a little bit longer, because guess what? Annemietra's online as well. And I've asked Annemietra because, of course, the Annemietra is from, you're right, Netherlands, and I said you were going to be online with us today, so I'm going to hand, without further ado, I'm going to hand over the microphone to Annemietra. So could you let us know what's happening with URI, and specifically tell us a little bit more why interfaith is so important, Annemietra? We're going to overshadow in het Nederlands nu, as you will. But for Abhirup, it's also important to know what we're doing in the Netherlands. Mag ik heel even tussendoor? Ja. Sorry, Amanita. Ik wil even, er zit een vraag in de chat over het vorige onderwerp nog. Namelijk, are the boys involved as well? Waarbij Ben stelt de vraag. Ja, yeah. So Abhirup, yes. How many boys are... Is it just young girls and ladies are involved, or are young boys also involved? The total number of ladies may be more than 100-150 live there in that particular village. And you can multiply the boys by one, maybe 300
200 or something you can take, yeah. Yeah, 200 so are involved in that project, and they will be benefited, like more, the total number of the beneficiary will be around 500, more than 500, approx 600 you can take, yeah. Yeah, I forgot. Again, it's much of the project, Ben, is actually about empowering women. But of course, a lot of the young boys as well are helping as well. But there is this big thing about, Avirut mentioned a group of people called Scheduled Tribes. I just want to include one thing that we have declared that we will not take anything from that garden, and all whatever they get by producing fruits, and you know, after that trees stop giving fruit, so they can sell the trees as well, as they will get a lump sum amount, and the whole amount will be belong to that particular village to empower the women and their pocket size. Yeah. Yes, thank you. So this project in India has been adopted by PFI, because we said we want to keep in touch with everybody, so we will definitely be bringing you updates. But that's why I wanted Avirut to let you know what the update is to at least July 2020. So thank you ever so much, Avirut. Hanamita, would you like to continue? Yes. Good day, everyone. My name is Hanamita. I'm from URI, the Netherlands, the chairperson, actually. It's an honor for me to be in this Zoom meeting with all of you. And I would really like to point out how important it is for URI to work with a lot of organizations. Yesterday, I was in a Zoom meeting with some other organization. I also pointed out the importance to work with other organizations. So that's why we are also working with PFI. And as you know, Morgana is our secretary. We are very happy to work with her. She's doing a lot of nice things for URI the Netherlands. And because she's doing it, URI the Netherlands also benefits from her efforts. So it's really important for us to have such a person as Morgana in our midst. I hope I speak good English, Morgana. Sorry. Well, you might ook in het Nederlands spreken, no, but I just wanted you to know that Avirut was online as well, so that you can actually speak each other. So that he can understand too. So it's important, I think. Yes. You know, if I have seen that there are a lot of people here in this Zoom meeting. For me, for the first time, I'm using my phone, so that's why my phone name is there. I had to come in quickly, you know, because there was not much time. But I'm very happy to be part of it, of this Zoom meeting. And I'm very honored that Morgana invited us to say something. And I really want to point out again how important it is to work. Like what you have done with URI in West Bengal, we have seen the slides. It's really important because you are doing it, Morgana, but it's also it is also reflecting on URI the Netherlands, because you're also part of it. So that's what I wanted to say from my side. Thank you so much. Thank you. Yeah. As I say, we'll continue. And I often say sometimes in the interfaith dialogue, sometimes we from PFI can add something, but sometimes URI is better qualified. But the whole idea, of course, is this working together and solving a lot of the problems that COVID has presented us to. Oh my goodness, we've also got Melissa. Melissa's come online. Hi, Melissa. So you've just come at a very good time. We're nearly at the end, but Melissa, I'd like to introduce. Oh, hello. Hi, Melissa. Melissa is actually, the reason I invited Melissa. Oh, that was horrible. Because she's actually one of the PFI trustees. At the moment, online, we have Abby Roop and Hanamita from URI. Yeah. Talking about the
the mango tree planting grassroots project in India. So we're just explaining how important, or not just interfaith is, but also that we work together on environmental projects, etc., etc. So Melissa joined us about 2 years ago as one of the trustees. And of course, she's been very much involved with Pagan Federation. So Melissa, would you like to say, this whole subject is about what do we do for the community? So please introduce yourself. Oh, golly. Yeah, sorry to come in so late. I've been running about all day and just got here. What do we do for the community? As the PFI, as the Pagan Federation? Well, yes, yeah, so, but as a person. I mean, it's... Well, golly. Well, for me as a person, like when I first got into Wicca, it was so marvellous to me. I wanted to put something back in 1989, and everybody was involved in the Pagan Federation. So I just started helping in the Pagan Federation and was like sending out all sorts of stuff, information, standing, making coffees, you know, all sorts of things like that. And gradually I just did every job there is to do in the Pagan Federation, regional coordinator, district manager, organising conferences, all sorts of stuff like that. And I've always kept trying to retire from it many times, but it just follows me. Follows you about. So I think really some of my greatest achievements, I think, I don't know, you probably all remember, I don't think it was so bad in the Low Countries, but we had the panic, the satanic panic in the 90s, and some fundamentalist Christians had been training social workers to look for signs of satanic ritual abuse. Yeah. And it caused this massive satanic panic where children were getting taken away from families and pagans were terrified. So we were working on the media then, and we managed to turn around press portrayals, a lot of people working on it. And I think my finest moment was getting the front cover of the Sunday Times with a male witch in a flower crown on the magazine, and a two-page spread in the Guardian with some of our high priestesses. But it's carried on, really, the work of the PF. So what I do now, I am an admin on a Facebook page. I run an annual conference, and I do just millions of little jobs in the organisation. Despite the bitchcraft, the different presidents coming and going, and so I was so honoured when Morgana asked if I could come and be a trustee. So I just try and support her and Heidi, really. Thank you. Yeah. As I say, some of you may remember Melissa doing one of the rituals at the, I can't remember which year it was now, Melissa, but it was certainly in Lunteren. And Melissa said, we'll do a ritual. It was a spring ritual. And she said, have you got any greenery? And we ended up literally going to my back garden, taking most of the back garden to Lunteren. And so I'll never forget. It was a great way. If you want your garden to be done, just ask Melissa to come and we'll do the gardening, we'll do everything. So talk about community work. You're a great one, Melissa, for being very practical. And again, the rituals we do are often very, very practical and very connected to the earth, of course, spirits of the land. So your influence has been tremendous, of course, and we continue to work together. We're getting really at the end now, but I just wanted to ask Ben to tell a little bit about the work that PFI has been doing at Boscastle at the Museum for Witchcraft and Magic. And it's Rufus is not involved in Boscastle. No. You know that PFI is friends, part of the Friends Of, and Ben is actually national coordinator for Belgium, but he's also the chair for the I'm still the chair at the Friends of the Museum of Witchcraft and Magic in Boscastle. Yes. Yeah. So PFI has got a very, very quite a very strong role in Boscastle, Melissa. So if you want
anything, you know, you're doing any work, academic work, because Melissa's also in the academic arena. So if you need any help, you know, we can get to all the special collections and everything. But Ben, explain a little bit more about our role at Boscastle. Yeah, hello. As most of you know, we have a very splendid museum in Boscastle, which was started by Cecil Williamson and the old grey man from Witchcraft himself. On the Isle of Man, they split up, they went to Borton on the Water, then they came over to Boscastle, and then it's been for more than 30 years been in Boscastle. And after the flood, there was a group of people that started out friends to help out the museum, which was, well, rather deprived and rather, well, struck by that terrible flood that we got. Yeah. Yeah. Then I started out 3 years ago, more than 3 years ago, going there. 3 years ago, I took up a role as a trustee, and now for the last 2 years, they chose me to be the chair. It hasn't been a very easy year, because as most of you know, the museum was closed for whole of the year, has been closed for whole of the year. That means that financially, it has been a very terrible year. Mm. Luckily, we had so many friends, amongst whom PFI International and PFI Netherlands, to help us out, so that we, despite that there was no income, because most of the income of the museum comes from the revenue we have as visitors. But we started out with, or at least I should say Simon Custon, who is the director of the museum. We started out with the website, and the website is going better and better. So if you get a chance and you want to really support the museum, go and visit the website of the museum, and there are some lovely things that you can buy there. Mm. We also do regular updates on the PFI forum. Yes. A little less than you used to, Ben. So you remember to put information on the forum. And of course, the forum is the place where we have all the resources. So it's a little plug now for the PFI forum. Many people like being on Facebook, but on the forum, we try to have information that people can read later. So lots of resources. And Ben often puts updates about the museum in Boscastle. Yeah. So thank you ever so much. We're coming to the end of our slotted time. It's always amazing. I always think it's brilliant to hear what people are doing. And so thank you all so very, very, very much for your contributions. So I'm going to finish now by thanking everybody. Just a few seconds just to think about all of us and remember. Just imagine you're all sitting here and hold everybody in your thoughts. So just let's close by thinking everybody, those who are not able to be with us, but all the family we have abroad and having extremely difficult times now with the COVID, and that we will try our best to help all those in our community now and in the future. Blessed be. Hail, and thank you all of you. Thank you. Yeah, thank you. Thank all of you.